Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie wil de veiligheid van onze wegen aanpakken. Er is hiervoor een veiligheidsplan, een verkeersveiligheidsplan samengesteld. En meneer Wip van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie legde ons uit wat het plan inhoudt. In feite, we doen een beroep vooral op de man zijn bestuurde auto. Langere biggie truck uit de papasie. Omdat aan de ding wat het papasie. Terwijl het papasie op verschillende soorten weggebruikers elkaar is, maar zij maken gebruik voor papasie. En belangrijk, want een belangrijk kwetsbaar groep naar de man, de voetgangers, en de bicycle man, de bromfietsman. En de verloeken de mankeri zijn psa, nou, een biggie aandeel voor de mankeri naar de man zijn de bromfiets en de bicycle. En het is belangrijk dat je. De doelgroep dat is, de man zei bestuurde auto naar de truck en de biggie wagi, dat ik dan maar hoor rekening naar de voetganger. Zou maar abra passie. Dan heb je een rest aan de zee passie. Want hier kon je om tien de precies straat in biggie rem voor de kutak sap tien in de auto. Dat nou een biggie car is ook actie die een gemeenschap met de maar hoor rekening als aan dat die. We actie de ook toe dat PA weg mee wil herdeel. Want we zien de afgelopen tijd. Dat je de mij even niet gaat weg met bilair, de mij voor de bord. Want veel mensen dit op Facebook ook toe. Dus je zegt van mango, aan mij los de bord. Zal mij dan aan de bord, onuslef nog sabi. Maar hij kost dat staat om mijn money. En ter bord nog de, hij gaat een onveilige situatie toe. Daarentegen, op situatie per bord nog de schrijf toe. En dat je aan ministerie schrijft, en we roken voor de bord dat toe. Dus je dat bord is snap schuin, de snap krong. We roken voor zit alle de sanati. En hoe dus dat de komende periode samen aan de wegenautoriteit, we zoeken zit alle de sanati komen, dan gemeenschap zal je aan verandering ook. De straat.